Zes personen zijn inmiddels genezen van het COVID-19-virus in Suriname. De teller werd gisteren bijgesteld op de website. Op dit moment zijn er nog 3 patiënten in isolatie en hun situatie is stabiel. Ons land had 10 besmette personen geregistreerd sinds 13 maart. 1 persoon is overleden aan de gevolgen van het virus. Suriname heeft vanaf 31 maart geen nieuwe besmettingen geregistreerd. De regering heeft vanaf 13 maart een partiële lockdown afgekondigd, terwijl het luchtruim werd afgesloten. Enkele maatregelen die vallen onder de partiële lockdown zijn de avondklok, de beperking op samenscholing en de sluiting van kansspelgelegenheden. Alle maatregelen zijn afgelopen vrijdag door de president met nog 2 weken verlengd. Opmerkelijk op de website is dat het aantal personen in thuisquarantaine gedaald is naar 43, terwijl 134 personen zich bevinden in overheidsquarantaine.